Zeeman overpelt op de goede golf Berliner grammofoonopnemers. Ik heb hier een koffergrammofoon, zoals dat dan heet. Ook hier weer eerst energie instoppen voordat we kunnen luisteren. En er zit dan ook tevens een automatische afslag op. Volgens het Berliner systeem de plaat afdraaien met een naald. Deze grammofoonopnemers, laat ik nog even zien, ja, dat geluid was ook niet echt regelbaar. Oftewel, met een dikkere of een dunnere naald kon je dat geluid zachter of harder zetten. Maar je kon er ook een klepje maken wat je dan open en dicht deed. Dus ik zal dat nog een keer laten horen. En er zit dan een automatische afslag op. Dus wat ik hier even nog mee wilde herhalen is dat bij die vroegere opnemers was het niet mogelijk om die platen het volume te regelen. Dus, en de nieuwe opnemers die daarna kwamen, daar kon je dat wel mee regelen. En die zien er dan zo uit. Dit waren dan allemaal elektrische. Dus zoals jullie zien zit er een heleboel Philips tussen. En de systemen die er dan waren, had dan de mogelijkheid uit magnetodynamisch of met moving coil. Moving coil, dat laat ons meteen denken aan ook de luidsprekers. Want de konus van de luidspreker, dat ronde hier aan de binnenkant, zit aan een draad gewikkeld. En die spoel die beweegt zich dan in het magnetische krachtveld van die magneten. En als je daar dan het wisselsignaal op aansluit, gaat die konus heen en weer. Dus als je zo'n pick-up arm hebt met volumeregeling en je had dus dit op je pick-up staan, dan kon je dus de uitgang naar je radio toe doen of naar je versterker en dan kon je hier alvast het volume regelen. Of je kon het volume regelen aan de versterker. Dus zodra dus de opname en elektrisch kon worden afgedraaid met magneetsystemen. Er waren drie systemen. Je had de kristalelementen. En er is eentje die heb ik helemaal even opengemaakt. Dat is heel moeilijk te zien met de camera, anders zou je een keer naar het museum moeten komen. Hier zitten dus dan twee kristalplaatjes. En als je kristal buigt, dan komt daar een bepaalde spanning vrij. Dus die spanning die dan vrijkomt, die kunnen we weer naar een versterker toe leiden om dat te kunnen versterken. En die naald die zit dan aan dat kristalletje vast en dat gaat dan heen en weer. Kijk, dit is een kristalelement. Je ziet dus ook die twee pootjes die ik net liet zien. Dus als je dat een beetje heen en weer wringt, dan komt er een bepaalde spanning. Dus hier is dat circuit en die spanning die kan ik dan weer afnemen en naar de versterker doen. En die buiging die gebeurt dan doordat die naald in die groef loopt waar we het de vorige aflevering over hadden. Dus dat is een groef die 0,06 mm breed is. Dus die beweging is enorm klein. En zeker als je een toon hebt bijvoorbeeld van 1600 Hz, dan beweegt die 1600 keer per seconde heen en weer. Hier heb ik zo'n kristallelementje ook nog eens een keer helemaal opengewerkt. Het voordeel van deze kristallen is dat je die direct kunt aansluiten op je videokaart van je computer. Dus dat is een mooie bijkomstigheid. De soorten pick-up-elementen die er zijn, je had er dan de moving magnet met een bewegende magneet. En je had de moving coil. En de moving coil die ziet er dan zo uit net als met die luidspreker. Als een moving coil element heb ik hier niet bij. De eerste pick-up armen of pick-up opnemers, die hadden allemaal dus een moving
magneet, dus een bewegend magneetje in een spoel, in het, wat heen en weer bewogen wordt in dat veld. Doordat die naald dan beweegt met dat magneetje, wordt dat door die spoelen wordt dat die bewegende magnetische krachtlijnen opgenomen en die worden dan weer terug naar de versterker gebracht. Daarvoor dan die twee vergelijkingen heb gemaakt. De moving core, dat waren de beste. En